Ik zie hier een hoop knoppen en apparaten en buizen de lucht in gaan. Ik heb geen idee wat het allemaal moet zeggen. Dus. Dit is je meterkast uiteraard, dat zie je. Het is een heel uitgebreid systeem voor een woning. Je hebt ontzettend veel groepen. Dit bovenste gedeelte, dat zien we hier, dat zijn nog oude smeltzekeringen. Als ik deze eruit draai, dan hebben we hier nog echt een ouderwetse zekering, smeltzekering, een ouderwetse stop die eruit kan slaan. Nu, omdat deze woning leeg is, kunnen we mooi het systeem goed eventjes controleren. Normaal gesproken, als de woning bewoond is, dan kan dat natuurlijk niet, want dan vliegen allerlei installaties eruit. We zien ook dat de installatie al deels gemoderniseerd is, want hieronder zit nog een nieuw soort groepenkastje, weer met een aantal groepen. En dat waar we in het bovenste gedeelte een stop hebben met een smeltzekering, is dit in het onderste gedeelte de stop. Als die eruit vliegt, klik je hem terug. Neemt dit gedeelte nu over? Of? Nee. Het is gewoon, dit is een uitbreiding geweest van het systeem, omdat er een nieuwe keuken in de woning is gekomen. En dan hebben ze het systeem uitgebreid vanwege de aantal groepen die ze extra nodig hadden. En dit, wat we hier zien, dat is dan de hoofdschakelaar. Deze, die schakelt in één keer het hele systeem aan en uit. Van deze groepenkast. Hè, dus de gekoppelde groepen, dat is in dit geval is dat de hoofdschakelaar. Dus we hebben twee soorten groepenkasten. Gedeelte met oude smeltzekeringen. U zegt oude smeltzekeringen? Oudere. Het kan prima functioneren hoor. Het is helemaal niet zo dat er vervangen hoeft te worden. Hierboven zien we PVC-leidingjes. Dus er zit geen stalen leidingwerk in. Net hebben we al gezien elders in de woning dat de bedrading ook allemaal recent vervangen is. Het is nog wel een oude meter. Het is nog niet de slimme meter, dus die zal binnenkort door je netbeheerder nog wel eens een keer vervangen worden. En ik zie hier nog twee kastjes. Ja, dit zijn je aardlijkschakelaren. Hier met het A'tje, die is de aardlijkschakelaar voor dit bovenste gedeelte. Deze B is de aardlijkschakelaar voor dit gedeelte. Voor deze vier groepen. Nou, die kunnen we testen. Het is ook belangrijk dat je dat af en toe doet. En hier zit een testknopje, in dit geval. Ja. Die hebben we nu getest. Dat lijkt te werken. Je ziet dat het werkt. We zullen die andere ook nog testen en ook die functioneert. Nou, dus de beide aardlijkschakelaars die functioneren prima. Het hele installatiesysteem is dus niet nieuw, maar kan er mee door. Kan prima functioneren. Mooi. Ja.